Ja, dat is Botanical, dat is zelf de makers van Machinarium. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ja, overigens, dat ene van OST zijn met donaties. Dat is echt waar, ik kan er niet tegen als iets niet symmetrisch is of iets niet recht is. Niet dat het echt OCD is of zo. Maar het is gewoon, ik word knettergek. Als zometeen een hoekje niet klopt, wordt het hele huis afgebroken of die weer gerepareerd. Oh, kan ik gek. Gek van je, man. 2, 3. Ja, precies. Precies. Ik moet mijn Minecraft wereld zien. Ik heb Ben nagemaakt. Kijk, zo klopt. Nou klopt het. Even die stilte. Even. Nee. Dat kan niet. Dat klopt niet. Wees opletten, kom zo meteen die smeerlap, kom bij me wonen. Oh. Zo. Perfect. Wat een mooi huis. Deur erin. Ik zeg. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg. Robin, je zal zo zien, er komen aan beide kanten komen de deuren. Beide kanten komen de deuren. Ik ga even je mond houden. Dan schrijf ik een time-out van 10 minuten. Die is twee keer breed. Dat komt zo. Oh, wat gezellig. Ga weg. Waar gaat mijn huis, man? Kijk, dat hebben ze wel veranderd. Normaal kregen we maar één toorts per ding. En nu krijgen we er drie. Eentje daar. En eentje daar. We gaan er geen één bovenin zetten, want dan is het niet meer symmetrisch. First world problems. Nou, het probleem is, hij gaat zo meteen bij mij inwonen. Dat doet hij automatisch. Zo, nu is weg. Slaap lekker, Emiel. Ik hoop dat je van de stream genoten hebt. Mooi. Vooral die Octodad. Octodad is echt. Ik heb er geen woorden voor. Ik heb er geen kracht meer voor. Ik heb er zo geen kracht meer voor. Wat is dat?
Nou moet die tafel precies in het midden. En dan moet het huis aanpassen. Oh, hij staat meer naar rechts. Dat ga je toch niet menen? Hij is te breed. Nou, afbouwen. Zo. Waarom? Omdat het moet. Anders ben ik niet tevreden. Gaat later ook gebeuren als ik een eigen huis heb. Sluip ik de muur eruit dat het niet symmetrisch is. Net de deftige kit van Soul Eater. It's not symmetrical! Kijk, nu staat hij precies goed in het midden. Alleen nog hier een pakje erop. En hier een puntje op. Nou. Dat is niet. Dat klopt niet. Maar dat klopt niet. First world problems. Ga ik. Oeh, met die reet van je. Zo. Hoekje weg. Torch terug in de hoek. Kijk, nou. Nou begin ik toch te twijfelen of deze kant nog wel, of die nou nog wel goed symmetrisch is of niet. Wat een probleem, jongen. Wat een probleem hebben wij vandaag weer. Het is niet normaal. Gezond. Je gaat het niet menen. Gaan we even tellen. 1. Nee, dat heb ik hier niet. Laat lekker zitten. Voor nu. Ik ga zo verhuizen. Ga moeven. Kijk, er sla je in. Oh. Ja, is perfect. Het is goed dat ik zie. Als dit ziek, niet zo mooi. Een bordje met een muur. Hou dank om dit nou bij je. Het is niet symmetrisch. Dat kan niet. Dat klopt niet. Weg ermee. Zo. Weg. Meen je niet. Amoxie. Hoop dat het snel beter gaat. Ja, gaat behoorlijk goed. Morgen was het nog meer. Eigenlijk zouden we iedereen in de, weet dat, moeten uitnodigen. Iedereen in de groep. Van Zelda Marathon fans. Komt wel. Precies, eens even kijken. 2 seconden. Kijk eventjes op de site. Moet ik wel op mijn account gaan. Ik wou eigenlijk zeggen, ik kan ook gewoon promotie maken met mijn andere fanpagina. Die bijna 1600 likes heb. Maar dat zijn meerdere Engelsen en Amerikanen. Dus dan heb je niks aan. Die spreken geen Nederlands. Ik denk dat er maar 2 of 3 mensen op die pagina Nederlands praten. Safety op dit moment.
Ja, precies. Als je ooit, als jullie ooit ergens mee willen winnen of zo met de winactie willen winnen, dat je bijvoorbeeld likes moet hebben of votes, moet even zeggen, gewoon op Facebook bericht sturen, dan promote ik je op mijn pagina. Ik heb mijn pagina, zeg maar, Metal Sonic. Zal ik een linkje geven. Toen ben ik de admin van, de echte, de maker en de admin. En ik kan, zeg maar, ervoor zorgen dat, dat honderden mensen tegelijkertijd op jou gevoten en dat je wint. Hebben we al meerdere keren hebben dat voor elkaar gekregen. Iemand die kreeg 250 votes binnen een uur. En die heeft gewonnen. Dat was echt top. Hacks? Nee, dat is gewoon een community hebben. Mijn community is een beetje dood op dit moment. Ik heb ook zelf de marathon gepromoot. Maar er kwam verder niks op af. Dus ik had hem weggehaald. Omdat er verder niemand echt interesse in had. Jammer. Oh shit. Duurig. Paddo's eten. Wat is nou veranderd? Het is nou geen voer en al die dingen die regen over time. Ga uit mijn huis, man. Ga toch weg. Dat is best wel. Dat is wel vaag. Je kan, ze kunnen bijvoorbeeld. Je hebt een random event. Eens per aantal maanden wordt het Blood Moon. Je wordt, zeg maar, de maan wordt rood en dan krijg je een soort bloedrode lucht. En dan worden alle zombies die krijgen. Die worden, zeg maar, supercharged. En die kunnen ook deuren openen en deuren eruit rukken. Maar als je een blokje van de grond je huis gaat bouwen, dan kunnen ze niet naar binnen. Ik ga gewoon wachten tot de zon naar beneden gaat. Oh, niet slecht. En ik kan bijvoorbeeld de deur kan gewoon opengooien. Zo, dood. Maar je hebt, zeg maar, net als Zelda, heb je bosses en heb ik ook een dungeon in. Elke wereld is, zeg maar, random gegenereerd. En die hebben ook random gegenereerde dungeons met speciale loot. Maar je character is niet zoals Minecraft, dat die op maar één, dat één wereld en maar één character. En dat je van wereld naar wereld niet je spullen houdt. En in Terraria is het zo, je character die houdt zijn spullen op elke server waar je heen gaat, op elke wereld waar je heen gaat, hij houdt gewoon zijn gear. En jij hebt, zeg maar, ook een bank en dan kan je op elke wereld waar je gaat, kan je gewoon je spullen dumpen. En gewoon houden. Je raakt nooit je dingen kwijt. Doe niks. Gewoon, zeg maar, doorprogressen. Oh, Black Ops. Black Ops 2. Ede. Ik was vorig jaar, was ik naar de weten gegaan, naar de release gegaan van Modern Warfare 3 en drukte.